Gaan we beginnen? Zeg het maar. De eerste babykamer stapjes zijn gezet. Hallo, goedemorgen op deze woensdagmiddag. Middag. Hey, woensdag, we beginnen de dag met een... Woensdag. We beginnen de dag met een... Woep woep, ratslag. 1, 2, 3, 4. De lijsten zijn binnen waarmee we de babykamer en hier in de woonkamer en op kantoor wat dingen een beetje leuker gaan aankleden. En dit zijn de lijsten en de posters die zitten nog daarin. Hè? Het is lekker warm daar, hè? Ja. Ik heb ze even allemaal in de lijsten gedaan. Ja, het staat nog een beetje rommelig, want ik heb het gewoon even neergezet. Maar dit is verslavend, joh. Want nu wil ik er eigenlijk nog meer bij. Want als ik zo het totaalplaatje zie, dan denk ik, ja, het is wel vet als er gewoon veel bij elkaar komt. Eindelijk, daar zijn we. We gaan de zwangerschapsdozen uitpakken vandaag. En de blije doos. De blije doos is van de prenatal. En de ouders van nu doos is van de ethos. En welke gaan we beginnen? Zeg het maar. Ja. Deze? Oké, gaan we deze beginnen. Ik vertelde gisteren al aan Jola. Volgens mij toen ik een jaartje of 12 was, heb ik deze wel eens stiekem aangevraagd. Om te kijken wat erin zat. Want daar was ik zo benieuwd naar. Maar toen bestond er natuurlijk nog geen YouTube. En nu kunnen we gewoon op YouTube laten zien wat erin zit. We beginnen met het pakken gewoon iets uit. Chill! Oké, mama in spe. Wat een mooi nieuws. Babyopkomst. 5 euro korting bij de ethos. Een hele berg met boekjes. Ik ben aan het doen. Pak maar. Mama. Mama kek. Zwanger. 5% korting op CNA. Deze hebben wij ook getest. De Baby Watcher hebben jullie misschien voorbij zien komen in de vlogs. Ik zal hier de vlogs even droppen waar we dit hebben gedaan. Leuk hoor. Ja, deze leuk. Die zijn altijd leuk. Het is van Zwitser. Zwitserletjes. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Oh. Ik vind een babytje. Billen zelf. Hier eentje. Speentje. Ja, en dit is eentje van Deepflux. Wow, leuk. Liedjes voor de baby. Mooie cd. Oh, is dat... Wat zijn mama's pillen? Ja, die gebruik ik altijd. Oh, box. Van de ethos. Bellyball. Ja. Oké, nu de volgende. Nou, dat was deze doos. Oh my gosh. Het zijn leuke dingetjes. Een borsteltje voor de baby als hij een beetje groter is. Wat zijn dit? Ja, dat zijn gewoon van die highlight kaarten van die moment. Leuk! Oh, echt een heel pakje joh! Oh, een speentje voor een flesje. 10 euro korting. Oh ja! Oh ja, weer een billenzalfje. Dat weet ik nog wel van jou Jola. Deze billenzalf was echt iets wat ik elke week zo'n beetje kocht. Een hele dikke plakaten van op jouw bil gingen. Ilof, mama, die hebben we al, maar dan hebben we het nog een. Want ik denk dat de baby deze wel fijn vindt, toch? Ja, nou jij droeg. Jij wilde altijd alleen maar deze, die van Bibi. En je raakt ze ook nog als kwijt. Dus dubbele spenen zijn nooit verkeerd. Oh, een zwangerschapsboekje. Ja. De wij, geboorte. Drankjes. Weer een Bavaria 0.0. 2. En een mojito. Wow, ik heb allemaal drank. Ik kan eindelijk weer zuipen. Inlegkruisjes. Voor als het steeds blijft bloeden. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat waren de dozen. Welke was het leukst? Wat vond jij het leukst, joh? Ik vond het print altijd leukst. Wow, weer een hagelstortbui. Ik vond ze heel erg vergelijkbaar hoor. Allebei waren ze super leuk. Ik zal ze gewoon sowieso, wanneer je zwanger bent, allebei aanvragen. Want er zitten best wel wat gebruikbare dingetjes in. Zo jongens, Bart is begonnen. Al moet ik er wel echt bij zeggen, begonnen. Met de meubeltjes in de babykamer in elkaar aan het zetten. Het was de planning om dat allemaal te doen vandaag. Maar Bart is weer onwijs veel aan het werk gegaan tussendoor. Maar goed. Hij is wel begonnen, dus ik zal het heel even laten zien. Hey. Hey.
zo. Het begint al ergens op te lijken. Ja, dit was even veel werk. Die la met die dingen. Die ja, dat dacht ik al. Ja jongens, de eerste officiële beelden van de babykamer. Maar ja, we kunnen nog niet zo heel veel ervan laten zien. To be continued! Wat heeft het ledekantje in elkaar? Dus nu gaat het matras erin. Het ziet er wel heel fancy uit. Dat is ideaal, dat kun je helemaal eraf halen en schoonmaken. De eerste babykamer stapjes zijn gezet. Ik weet even niet of ik het al gezegd had, maar ik had dus vannacht zo slecht geslapen dat ik gewoon, volgens mij werd ik om 3:30 wakker. En toen heb ik 2 à 3 uur wakker gelegen. En... Maar misschien dat ik wel gewoon te vroeg ga slapen of zo, dat ik daarom 's nachts wakker word. In ieder geval, ik ben nu toch weer helemaal kapot. Dus goodbye for tonight. En dankjewel voor het kijken. Abonneer zeker voor meer. En I will be back. Later!